De hoofdpersoon is zo onontwikkeld dat men nauwelijks kan geloven dat u op de godverdomme. De hoofdpersoon is zo onontwikkeld dat men nauwelijks kan geloven dat hij op de universiteit geweest is. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Er volgt ons weer een fijne televisieavond. Allereerst voor jullie kinderen een nieuw verhaal uit het bekende boek. Daarna vervolgen we onze serie Op een tocht door de bergen. In deze aflevering zal onze geliefde zangeres een nieuw lied ten gehore brengen tijdens haar wandeling. Wat later op de avond volgt het praatprogramma. Het probleem wat in dit programma behandeld gaat worden is er een waarbij de vraag op vele lippen bestorven ligt. Deze zin klopt totaal niet. Ik moet het overnieuw doen. Goedenavond, beste kijkers. Het is weer zover. Een avond vol kunst, wetenschap en literatuur staat ongeduldig naar ons te lonken. Gretig staat onze onderwerpen aan de start. Wat zal het worden? Wat zal het zijn? Als eerste een ontmoeting tussen twee vrouwen aan de top. Een integre gesprek over management, vioolspelen en the struggle for life. We vervolgen met een impressie over het leven van schilders en schrijvers tegen wil en dank. Een fel realistisch beeld over succes en tegenspoed, over waansmaak en ellende. Als laatste programma-onderdeel een rondgang door kloostergangen aan de hand van tot nu toe onbekend gebleken kronieken uit de 14e en 15e eeuw. Ik wens u een prettige en onderhoudende avond. De hoofdpersoon is zo onontwikkeld dat men nauwelijks kan geloven dat hij op de universiteit geweest is. Waarde vriend, het landschap hier is prachtig en de koeien zijn ontroerend prachtig. De spoorlijn loopt dwars door het dal, een vrouw beheert de waterval. Elk huis of hok met beemd en gaard verkoopt men op een aanzichtkaart. De mensen lopen traag en stug en komen op geen stap terug. Goedenavond, lieve dames, beste heren. Welkom bij weer een nieuwe en vast en zeker gezellige televisieavond. Eerst in het kort graag ons programmaoverzicht. Na de wonderlijke belevenissen voor de jeugd, actualiteiten, waarin de mens centraal zal staan in een spanningsveld tussen industrie en natuur. We willen er u graag op attent maken dat niet alle beelden geschikt worden geacht voor al te jeugdige kijkertjes op dit vroege uur.
We onderbreken dan even voor journaal en weeroverzicht. Om dan te vervolgen met deel 2 van onze spannende driedelige televisieserie, waarin het aan de stok krijgen met een reusachtige baviaan voor wel enkele zeer benauwende ogenblikken zal gaan zorgen. We besluiten deze avond met muziek uit Studio 3, waar prominente gasten hun opwachting maken. Maar nu eerst voor jullie kinderen. Een wonderlijke wereld waarin een nieuwe fiets voor wel heel grote brokken zal gaan zorgen. Zal het allemaal wel goed aflopen? Allerbeste kijkers en kijkertjes. An apple a day, keeps the doctor, away. Dit wordt een heel bijzondere televisieavond, omdat het vandaag de 182e dag van het jaar is en voor de derde op een volgende week onze overvolle vakantie oordestreekt. Want ik kan u nu al verklappen dat u na het nieuws en de reclame een van de meest spannende documentaires te zien krijgt die ooit zijn gemaakt. Het onderwerp is zo boeiend dat het op bepaalde momenten echt drama wordt. En dat het verschil tussen fictie en realiteit de kijker meevoert in de wonderwereld van bossen, water en lucht. Een echte topper in zijn genre. Dus wat dat betreft kan uw avond niet mislukken. Later volgt een aflevering van onze kortfilmreeks, waarin onze zender Jong Talent aan bod laat komen. Jong Talent. Daarna krijgt u nog een van de allerlaatste wereldnieuwtjes geserveerd op een zilveren blaadje. Zo, mij rest nu alleen u nog een zeer, zeer, zeer prettige avond en voor deze keer werkelijk bijzonder kijkgenot toe te wensen. De heuvels aan de overkant van de vallei van de Ebro waren lang en wit. Aan deze kant was geen schaduw en er waren geen bomen. En het station lag tussen twee banen rails in de zon. Dicht bij de kant van het station viel de warme schaduw van het gebouw. En een gordijn gemaakt van strenge bamboekralen hing voor de deur naar de baar om de vliegen eruit te houden. De Amerikaan en het meisje dat bij hem was, zaten aan een tafeltje in de schaduw. Yeah.
Goedenavond, lieve kijkers. De vrouw bracht twee glazen bier en twee viltjes. Ze plaatste de viltjes en het bier op de tafel en keek naar de man en het meisje. Het meisje keek naar de andere kant van de heuvelrij. In de zon waren die wit en het land zelf was bruin en droog. Net witte olifanten. Ik heb er nog nooit een gezien. Nee, dat zal er niet. Had je kunnen? Zei de man. Dat jij dat zegt, dat dat wel niet zo zal zijn, bewijst niets. Mijn beste Shalimov, nieuwsgierigheid zoekt rust. Ik gooi wat zout op een mussenstaart en ik krijg een stierenhoorn tussen de ribben. Mijn beste Shalimov, het spijt me van uw tijd, maar nu neem ik vakantie. Mijn beste Shalimov, nieuwsgierigheid zoekt rust. Ik gooi wat zout op een mussenstaart en krijg een... Ik vind dat een zeer moeilijke tekst. Mijn beste Shalimov,
Nieuwsgierigheid zoekt rust. Ik gooi wat zout op een mesmus. Mijn beste Shalimov. Nieuwsgierigheid zoekt rust. Ik gooi wat zout op een... Mijn beste Shalimov. Nieuwsgierigheid zoekt rust. Ik gooi wat zout op een mussenstaart en krijg een stierenriebe tussen de... Wilt u iets eten? Nee. Integendeel. Anis del Toro, dat is een drank. Zouden we die eens kunnen proberen? Tous mes copains sont à moi. Tous mes copains, je les ai embrassés. M'aime bien. Je crois que je vous aime. Dames en heren, er volgt een opsporingsbericht van de gerechtelijke politie. De persoon of personen die in aanmerking komen voor volgende persoonsbeschrijving worden dringend verzocht zich bij het dichtstbijgelegen politie- of rijkswachtkantoor aan te melden. De persoonsbeschrijving luidt als volgt. Het betreft een lid van het mannelijke geslacht met donker, kort geknipt haar, blauwe ogen, een platte neus en geprononceerde lippen. De huidskleur is vaal. De man meet ongeveer 1,60 meter en is aan de mollige kant. Het linkerbeen sleept een beetje. Ja. Dames en heren, men meldt mij net dat de persoon in kwestie zich reeds bekend zou hebben gemaakt. We kunnen dus vervolgen met ons avondprogramma. Bedankt voor uw aandacht. Beschouw dit als een atmosferisch verschijnsel. Wij willen 2 Anis del Toro hebben. Met water? Met water! Met water! Weet ik niet! Ben lekker! Met water! Ja, met water! Thank you.
Ja, wij wippen er even in, beste kijkers. En wel om uw geduld niet langer op de proef te stellen. Tegelijk met onze excuses voor deze onvoorziene storing kunnen wij u met plezier melden dat aan het uitvallen van zender 2 zo dadelijk wordt verholpen. Blijft u dus gerust nog even voor de buis, dan komt het programma zo dadelijk bij u thuis. Mijn Heinrich, mijn welluidende, mijn hyacintenperkje, mijn zee van zaligheid, mijn morgen- en avondrood, mijn Aeolusharp, mijn douw, mijn triomfboog, mijn troetelkindje, mijn liefste hartedief, mijn vreugde in pijn, mijn wedergeboorte, mijn vrijheid, mijn kluister, mijn sabbat, mijn gouden kelk, mijn lucht, mijn warmte, mijn gedachte, mijn trouwe zondaar, mijn gedroomde hier en hiernamaals, mijn ogentroost, mijn zoete zorg, mijn mooiste deugd, mijn trots, mijn beschermer, mijn geweten, mijn woud, mijn heerlijkheid, mijn zwaard en helm, mijn edelmoedigheid, mijn rechterhand, mijn paradijs, mijn traan, mijn Jacobsladder, mijn Johannes, mijn tasso, mijn ridder, mijn graaf Vetter, mijn tedere page, mijn aartsdichter, mijn kristal, mijn levensbron, mijn rust, mijn treurwillig, mijn heer beschutter en beschermer, mijn hoop en verwachting, mijn dromen, mijn liefste sterrenbeeld, mijn flodderpoesje, mijn veilige burcht, mijn geluk, mijn dood, mijn hartenarretje, mijn eenzaamheid, mijn schip, mijn mooie vallei, mijn beloning, mijn verter, mijn leten, mijn wieg, mijn wierook en mirre, mijn stem, mijn rechter, mijn heilige, mijn lieflijke dromen, mijn spleen, mijn ziel, mijn zenuwen, mijn gouden spiegel, mijn robijn, mijn syringsfluit, mijn doornkroon, mijn duizend wonderdaden, mijn leraar en mijn leerling. Boven al het gedachte en denkbare hou ik van je. Mijn ziel zal je hebben, Ariet. Mijn lommer op de dag, mijn bron in de woestijn, mijn lieve moeder, mijn religie, mijn inwendige muziek, mijn arme zieke Heinrich, mijn zacht wit lammetje, mijn hemelspoort, Ariet. Ja. Thank you.
Goedenavond, kijkers. Excuseert u ons voor deze bruske onderbreking, maar de gerechtelijke politie en de diensten van de brand verzoeken ons om de volgende dringende oproep te doen. Bij een opstand in de nationale gevangenis zijn 163 gevangenen ontsnapt. Daardoor is het hele centrale gedeelte van ons grondgebied in staat van alarm gebracht en is het leger ingeroepen om een grootscheepse actie te ondernemen ten einde de orde te herstellen. De gerechtelijke diensten vragen aan de bevolking om de woningen niet te verlaten en de actie van het leger op geen enkele manier te bemoeilijken. We houden u verder op de hoogte. Wij danken u voor uw aandacht en schakelen over naar Studio 6 voor het vervolg van het panelgesprek. Ja, ja, ni har förstås redan märkt att vårt lilla missöde har heeft het al gemerkt, beste kijkers. Er is iets misgegaan met het geluid. Over enkele ogenblikken zullen wel deze storing wel verholpen zijn. En dan zullen wij de film opnieuw kunnen starten. Dank u voor uw attentie. Oh, u heeft het al gemerkt, beste kijkers. Er is iets misgegaan met het geluid. Over enkele ogenblikken zullen wel deze storing wel verholpen zijn. En dan zullen wij de film opnieuw kunnen starten. Dank u voor uw attentie.
Zo is het altijd. Ja, zei het meisje, alles smaakt naar drop. Vooral die dingen waar je zo lang op gewacht hebt, zoals absint. Zeg, schei uit. Jij bent begonnen, zei het meisje. Ik vermaakte me wel. Nou, laten we proberen ons te vermaken. Goed, ik deed mijn best al. Ik zei dat die bergen op witte olifanten leken. Was dat niet vermakelijk? Dat was vermakelijk. Ik wou dat nieuwe drankje proeven. Dat is toch alles wat wij doen, niet? Kijken en nieuwe drankjes proberen. Helaas zijn wij genoodzaakt deze aflevering te onderbreken door een binnengekomen bericht. Een stad in het midden van het land wordt geteisterd door rukwinden. Het ministerie gebiedt iedereen om binnen te blijven. De warme wind blies het kralengordijn tegen het tafeltje. Een lekker koud biertje. Ja, fijn. Het is echt een hele kleine operatie. Het is eigenlijk geen operatie. Het meisje keek naar de grond waar de tafelpoten op stonden. Ik weet zeker dat het niet erg zal vinden. Het is eigenlijk niks. Gewoon wat lucht inlaan. Het meisje zei niets. Zoals u hebt kunnen zien, kijkers, mooie liedjes duren niet lang. En dat geldt nu ook voor de uitzendingen van vandaag. Onze afspraak morgen, waar we vanaf het middaguur ongeveer bij u op de buis zullen zijn in de huiskamer. We zien elkaar dan. Welterusten en slaap zacht. Ik kan het niet meer vinden.
gaat steeds slechter met me. De laatste gebeurtenissen hebben me uitgeput. Meneer Krajkowski vertrekt morgen in het geheim voor mij. Maar ik weet het. Na een klein plaatsje in het oosten van de Karpaten. Hij wil voor een paar weken de wijk nemen, de bergen in de hoop dat ik hem zal vergeten. Ik moet hem volgen, ja. Maar ik moet hem volgen. Deze man die mijn polster is. Ik weet niet zeker of ik levend van de reis terug zal keren. De emoties zijn te sterk. En in dat geval mocht ik sterven aan de voet van een muur. Of zomaar midden op straat. Dan wil ik dat mijn lijk opgezonden wordt. Naar meneer Krajkowski. 1926. I'm getting on. Zo, beste televisiekijker. Een traan in de ogen wegpinkend sluiten we na deze toch wel ontroerende brand deze televisieavond af. Afspraak morgen omstreeks hetzelfde uur. We wensen u van harte een goede nacht en welterusten.
Ja, en dit was het dan weer voor vanavond. Morgen zijn we er weer. Slaap wel en tot dan. Camera loopt. Actie. Sont partis. Je crois que je vous aime. Ik vind het beste, maar ik wil niet dat je het doet als jij het niet echt wil. Maar als ik het doe, ben jij dan weer gelukkig? En zal alles weer net als vroeger zijn? En dat je ook weer van me houdt? Maar ik hou ook nu van je, je weet dat ik van je hou. Ja, dat weet ik wel, maar zul je het dan nog wel leuk vinden als ik zeg dat dingen op witte olifanten lijken? Maar dat vind ik nu ook leuk. En dat zouden we allemaal kunnen hebben. En we zouden alles kunnen hebben. En iedere dag kunnen we het onmogelijker maken. Wat zei? Dat we alles zouden kunnen hebben. We kunnen alles hebben? Nee, dat kunnen we niet. We kunnen de hele wereld hebben? Nee, dat kunnen we niet. We kunnen heen gaan waar we willen? Nee, dat kunnen we niet, want we hebben geen keuze meer. Dat hebben we wel. Niet waar. Want als je iets kwijt bent, dan krijg je het nooit meer terug. Maar we zijn het helemaal niet kwijt. Zullen we nu maar ophouden met praten? Wil je nu iets voor mij doen? Ik wil alles voor je doen. Wil je dan alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft ophouden? Maar ik wil helemaal niet dat je doet, het kan me niks schelen. Hou op of ik ga gillen. De twee zware koffers op en droeg ze naar de andere kant van het station bij de andere rails. Hij keek langs de baan, maar hij kon de trein niet zien. Hij droeg weg. Waar de mensen die op de trein wachten zaten te drinken. Hij nam een anis aan de baan en keek naar de weg. Thank you.
was. Eind goed, al goed. Wat een love story, nietwaar? Ook volgende week komen wij terug met een nieuwe film uit dezelfde cyclus. Voor vanavond, slaap wel. Ciao.